Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en welkom bij het weekoverzicht. De tweede fase van het Gasthuispoort werd officieel opgeleverd door wethouder Daan Kwaars. We staan hier vandaag bij de eindoplevering van het plan Gasthuispoort. Het is de laatste fase van het plan Gasthuispoort. Het poorthuis was vandaag opgeleverd. We hebben hier een mooi plan gemaakt met een aantal appartementen en een commerciële onderplint, Bobby's Bar, waar we nu staan. Maar het is ook echt het eind van het hele plan Gasthuispoort. En een aantal jaar geleden was hier natuurlijk een heel oud gebouw. Dat was een beetje een verrommelde hoek in de binnenstad, de oude sociale dienstgebouw. Ja, en met de oplevering van deze fase is dit gebied getransformeerd naar een waardevolle toevoeging van de stad. En ook met de Gasthuispoort echt een volwaardig entree voor de mooiste binnenstad van Nederland. Wat betekent de oplevering van de Gasthuispoort voor de stad Breda? Ja, dit is natuurlijk een pareltje. De Oostwang, zoals we dat noemen, die begint bij het station. Die loopt via de Vlaszak naar de McDonald's toe. Dat hele gebied gaat aangepakt worden. Wordt nog mooier dan dat het al is. Maar dan zijn dit soort ontwikkelingen natuurlijk fantastisch. Als je kijkt wat hier weggezet is. Wat voor woningen hier gemaakt zijn. En de 63 koopappartementen die hier gebouwd zijn. Ja, dit brengt levendigheid in de stad. Dit brengt veiligheid in de stad. En dit zorgt ervoor dat mensen graag in de stad willen zijn en wonen en werken. Uitdaging bij het ontwerp van Gasthuispoort was dat we iets wilden maken in de stad wat enerzijds iets heel erg iets zou zijn met een sterk eigen karakter, identiteit, maar anderzijds iets zou zijn wat past in de binnenstad van Breda. Dus we zochten daar een goede middenweg tussen, iets wat echt aanvoelt als een stuk binnenstad. Het was een verloederde hoek en we wilden eigenlijk de gezelligheid, de sfeer, karakter van de oude binnenstad geven. U als echte Bredanaar, hoe heeft u zelf de transformatie meegemaakt hier zo? Ja, nee, ik kom hier natuurlijk bijna dagelijks langs rijden. Vanuit het stadhuis kom je hier langs op de fiets of met de auto. Af en toe heb je dan wat overlast, maar dat hebben ze echt tot een minimum beperkt. Ja, en als je dan nu gewoon omhoog kijkt en je kijkt naar het pand wat daarvoor teruggekomen is, ja, dat is alleen maar diep respect en een groot compliment naar iedereen die hier aan bijgedragen heeft. Deze week hadden wij een hele speciale straatvraag voor de inwoners van Breda. Wij stonden namelijk bij de top 2000 bus van Radio 2. Wij vroegen de inwoners, welk liedje staat op 1 in jouw top 2000? Van 1 tot en met 7 december kan er weer gestemd worden voor de top 2000 op Radio 2. De lijst zal te horen zijn vanaf eerste kerstdag tot en met de 31ste van december. Wij vragen ons af, welk liedje zouden de Bredana's nou op nummer 1 zetten in hun eigen top 2000? Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Welk nummer staat op 1 in jouw top 2000? Dan denk je toch wel Nights in White Satin van de Moody Blues. En waarom? Ik heb geen idee. Heel erg warm gevoel kijken van het nummer. Ja. Ja, dat is toch wel echt van mijn grote favoriet. Dat is Radio Love van Golden Earring. Englishman in New York van The Sting. En waarom dit nummer? Het is een heel apart nummer en heel mooi. Er zit een hele leuke betekenis achter. Dire Straits met Money for Nothing. En waarom dit nummer? Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij en ik geef dus heel veel geld uit. Ik vind het wel leuk om dan iets met geld op te stemmen. Dus vandaar. En ik vind Dire Straits gewoon heel tof ook. Brothers in Arms van Dire Straits. En waarom de keuze voor dit nummer? Vind ik een goede nummer. Voor mij Queen Innuendo. En waarom dit nummer? Ja, het heeft alles. Het heeft echt alles. Tempowisselingen, hele goede muziek. Bij mij is het Toen ik je zag van Hero. Waarom dit nummer? Ja, voor mij is het gewoon, in mijn relatie is het wel echt iets belangrijks. En ik vind het gewoon een heel mooi nummer. Ook iets moois voor Anthony Kamerling eigenlijk, als herinnering. Golden Slumbers van Elbow. En waarom dit nummer? Omdat het je raakt en het... wordt eigenlijk van rustig naar meer krachtvoller. En dat vind ik echt gaaf aan dat nummer. Bij mij staat Stromae met Aloran Dans op nummer 1. Ik ben docent Frans hier op een middelbare school. Ik vind sowieso dat er veel vaker Franse liedjes moeten komen, gedraaid worden. Ja, Stromae vind ik een geweldig artiest. Wat is zijn favoriete nummer? De wielen van de bus. Ja, ook leuk, ook leuk. Voor de kinderen in Bavel was het een leuke dag, want er werd een speeltuin geopend.
Deze speeltuin werd voorzien van alle nieuwe speeltoestellen. Nou, we staan hier bij de feestelijke opening van speeltuin De Bunderij. En dus ter gelegenheid dus van de opening is de wethouder hier aanwezig. Kinderen van de Spindel en de Tourmalijn. Omdat we hier samen dit project hebben vernieuwd. Ik vind het echt heel belangrijk dat kinderen buiten spelen. Kinderen, als ze buiten spelen, dan spelen ze samen. Dan leren ze van elkaar heel veel leuke dingen. Dat is hartstikke goed in je jeugd als je buiten kunt spelen. Dus dan moeten gewoon ook echt fijne speelgelegenheden zijn. Er zijn heel veel kinderen in Bavel, dus moeten er ook gewoon goede speelplekken zijn voor kinderen. Nou, ik denk een jaar geleden stond er een toestel wat eigenlijk gewoon op was. En het viel uit elkaar. Dus toen hebben wij eigenlijk de gemeente gebeld en gevraagd van kom eens met ons praten over de inrichting van een nieuwe speeltuin. En dat hebben ze gedaan. En eigenlijk is er een buurtinitiatief gekomen met de omwonenden inspraakavond geregeld. Om te kijken, eigenlijk om dit mooie plan samen te stellen. En heeft wel even wat tijd en energie gekost. Want de wethouder of de gemeente Breda heeft natuurlijk heel veel speeltuinen. En daar moet natuurlijk wel voor iedere speeltuin onderhoud in hebben en budget. En zoals je ziet, het is vooral geënt op natuurlijk spelen. En daar zijn we enorm blij op. Toen ik eigenlijk twee dingen vond ik heel erg leuk. Ik vond het heel mooi om het enthousiasme te horen. Toen ik zei dat er ook nog een kabelbaan bij komt, dat ze zijn hartstikke blij. En de tweede is toen ik zei van en nou spelen. Toen stormden ze allemaal op alle spullen af. En we zijn ze inderdaad lekker aan het spelen. Dat is het mooiste om te zien. Een plaatje aanvragen en tegelijk doneren aan het goede doel. Dit kon bij Think Twice. Nou, we zijn hier bij de speeltuin. En ik zie hier toevallig op een adviesje staan vanuit Think Twice. Die presenteren in Café de Speeltuin. Ja, onwijs goede bands hier zo. En het mooie is, voor het Ronald McDonald's kinderhuis. Hey, daar gaan we even een kijkje nemen. Kom. Wat voor evenement is er nu in de speeltuin? Het heet Think Twice. Het is een soort benefietconcert, zeg maar. Het is met goed doel voor Ronald McDonald. En we zijn eigenlijk gevraagd, dankzij Davy, zeg maar, die het eigenlijk een beetje georganiseerd heeft. Van jongens, willen jullie lekker meedoen? Ik zei natuurlijk een goed doel. En dat heeft wel iets. Dus dat is wel een mooi extraatje, zeg maar. Hey, en jij bent zanger van een band? Ja, ik ben de zanger van Terradown. We trappen ook de avond vanaf, zeg maar, vanavond. En we gaan er gewoon ook lekker knallen. Hey, en jullie ook een band, geloof ik, hè? En de band. De band. Outside Revelation. Hé, hey, vertel er eens iets over. Eigen werkband, rock, stevige rock, heavy blues, van alles. Kom je hier meer of kom je speciaal voor de band die vanavond spelen? Nee, ik kom niet speciaal voor de band. Ik kom gewoon eigenlijk voor het biertje en de band was een mooie toevoeging. Okay. En je sponsort ook nog voor het goede doel? Was ik niet van plan. Dat is wel eerlijk. Ja, zeker weten. Hey, jij bent speciaal naar de speeltuin gekomen voor de bands of voor het goede doel? Basically zit ik hier elke week. Het is gewoon mijn vaste kroegje. Dus zoals zo'n evenementje is helemaal vet. Live muziek is sowieso cool. Dus. Hoe zit dat nou om te doneren voor het goede doel? Eigen inzicht, eigen bijdrage. Dus gewoon wat je kunt missen, wat je het waard vindt. Doneer je en dan draai je een plaatje. Maar wij eerst doneren. Dat vind jij zo zanger. Zanger, je ziet het en het. Twee kerstmarkten op één dag. Het klinkt veel, maar onze verslaggever waagde zich eraan. Bij Stek en bij het Centraal Station in Breda. Sinterklaas heeft nog maar net zijn hielen gelicht of heel Nederland maakt zich alweer op voor het mooiste feest van het jaar, Kerstmis. Nou, hoe kom je nou op de beste manier in de sfeer voor Kerstmis? Nou, gewoon zo'n leuke kerstmarkt bezoeken. En die zijn er maar genoeg in Breda. We zijn vandaag op Winterspoor op het station in Breda om eens te kijken hoe het met kerstgevoel hier in Breda is. Gaan jullie mee? Jullie zijn hier gezellig te gast op Winterspoor, zie ik. Klopt, ja. Klopt, ja. En wat is de reden dat je hier bent? Zij moest hier eigenlijk werken vandaag en ik kwam even kijken en ik vond hier wel gezellig, dus dan gaan we even rondkijken. Ja. Om alvast eens in de kerstsfeer te komen. En wat komen jullie hier doen? Wij komen hier kijken.
En komen jullie ook cadeautjes kopen? Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet. Want wat doen jullie dat altijd? Komt Sinterklaas of doen jullie cadeautjes met kerst? Met Sinterklaas. Dan staan we op een kerstmarkt en dan staat hier een mevrouw die zegt niet van kerst te houden. Ik hou wel van deze markt. Ik vind het wel leuk om zo rond te kijken. Ja. Maar doet u dan niks aan kerst? Niet zoveel meer dan wat ik andere dagen of andere weken zou doen. Omtrent de feestdagen is er natuurlijk veel meer te beleven in ons mooie Breda. Vanuit het station gingen wij door naar het kerststektakel. Nou, ik ben Joyce, ik ben een van de stekkers en ik heb hier zo een bedrijfje op stek, Kajoy. En ik maak cadeautjes en ik verkoop allerlei creatieve materialen. Wat leuk dat je zegt, ik ben een van de stekkers. Jullie voelen jezelf echt een stekker. Ja, ik voel me echt verbonden en de grap wordt ook wel eens gemaakt dat wij stekkerdozen zijn als vrouwen. Maar ik voel me echt een stekker inderdaad en verbonden met alle andere kleine ondernemers hier op het terrein. Ja. Een nieuwe stekker aan boord. De naam is Mattie, heb ik gehoord. Ja, Mattie Kop. En Mattie heeft allemaal hele wilde nieuwe plannen, hoorde ik net. Ja, mijn grootste plannen zijn om met de jeugd hier in deze loods techniekworkshops te gaan geven. Wat maakt Stek nou anders dan de andere kerstmarkten? Ja, ik denk dat het net iets excentrieker is. Net iets anders dan anders. Dit was weer het weekoverzicht voor deze week. Bedankt voor het kijken, een fijn weekend en tot volgende week. Breda Nu. Je weet het meteen.